2 uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. De West-Duitse minister van Financiën, Mathöfer, verzet zich tegen het compromis over de bijdrage van Engeland aan de Europese begroting. De EEG-ministers van Buitenlandse Zaken gingen vrijdag akkoord met een aanzienlijke vermindering van de Britse bijdrage. Woensdag zal het West-Duitse kabinet een beslissing nemen over het compromis. De tegemoetkoming aan Engeland kost de andere 8 EEG-landen 6,5 miljard gulden. Duitsland zal daarbij bijna de helft van moeten betalen. President Carter is niet gelukkig met het plan van de Europese gemeenschap om zelf met een vredesregeling voor het Midden-Oosten te komen. Het Europese initiatief is bekendgemaakt door de Franse minister van Buitenlandse Zaken, François Poncet. Als het EEG-plan ingaat tegen resolutie 242 van de Verenigde Naties, zal Amerika het met zijn veto treffen, aldus Carter. In de betreffende resolutie wordt het bestaansrecht van Israël verzekerd. Paus Johannes Paulus II heeft voor ruim 500.000 mensen vanochtend de mis opgedragen op het vliegveld Le Bourget ten noorden van Parijs. De paus arriveerde per helikopter op het terrein dat na urenlange regenval was veranderd in een modderpoel. In zijn preek waarschuwde de paus voor de gevaren van de moderne technologie die tot de vernietiging van de mens kunnen leiden bij een gebrek aan godsvertrouwen. In Zürich in Zwitserland is de politie slaags geraakt met jongeren die tegen de bouw van een operacentrum demonstreerden. De politie greep in toen de betoging ontaarde in vernielingen. Bij de gevechten die toen ontstonden overleed een politieman aan de gevolgen van een hartaanval. 10 politiemannen raakten gewond. De weersverwachting tot morgenavond: droog met zonnige perioden, maar vandaag in het midden en zuiden van het land nog veel bewolking. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Vannacht enkele mistbanken. Dit was het nieuws. NOS Hilversum 1, langs de lijn. Presentatie Koos Postema en Willem Ruis. Eindredactie Rob van der Gaast. Productie Jaap Hofman. Goedemiddag, we zijn bij de hockeywedstrijd Nederland-Engeland in Amstelveen. Motorsport, internationale motocross, 500 cc, komt uit Mil. In Wassenaar is paardensport, het supertrio, een race over 2040 meter. Uit Rotterdam komt de honkbalwedstrijd Kok Neptunus, Fresh Up.